In Harkstede werd gisterochtend het seizoen geopend van de Teleskivereniging Groningen. Vanaf 9 uur draaide de kabelbaan en waren de watersporters op het water te vinden. Het is gezellig druk bij de opstapplaats voor de watersporters. Ouders en kinderen wachten op hun beurt. Ook de actieve leden van de vereniging zijn vandaag op het Gunopark aanwezig. Ik ben secretaris van de waterskivereniging hier in Harkstede. En wij zijn vandaag aan het nieuwe seizoen begonnen van 2012. En hoe lang bestaat jullie vereniging al? We bestaan nu 26 jaar. Dus vorig jaar ons 25-jarig jubileum gevierd. En we gaan nu weer vol frisse zin de toekomst tegemoet. En wat is er nou het leukste aan vandaag? Het leukste is dat alle leden van alle cluburen, want we hebben normaal gesproken leden op vaste uren, dat iedereen nu welkom is. En dat iedereen, die heeft er natuurlijk erg naar uitgekeken om weer aan het nieuwe seizoen te beginnen. En dat we nu eindelijk het water weer op mogen. Ja, want sta jij ook vandaag voor het eerst weer op de plank? Nee, vorige week was de open dag van Breakout en toen ben ik daar dus al even gaan wakeboarden. Dus dit is mijn tweede keer nou. Even wennen weer? Ja, dat is best wel even wennen, ja, want het is tot en met halverwege april nachtvorst geweest. Dus het water is nog aan de frisse kant. Dus dat is wel even wennen dan. Maar ach ja, alles went, hè, wat dat betreft. Ja, jullie zijn er flink op gekleed, want wat hebben jullie allemaal aan? Ja. We hebben ten eerste een wetsuit aan, dat is voornamelijk voor de warmte, want anders is het inderdaad niet vol te houden. We hebben een zwemvest aan om ervoor te zorgen dat mocht er een ongeluk gebeuren, dat we altijd blijven drijven. We hebben allemaal een helm op, ik nu op het moment niet, maar normaal wel. Dat is om te voorkomen dat, ja, mocht een trick misgaan, dat je hoofd beschermd is. En mocht er een andere wakeboarder aankomen, dat die recht op je afkomt, dan ben je altijd beschermd wat dat betreft. En hoe zit dat met die tricks? Vanaf hoe lang als je een beetje oefent, wanneer kun je daarmee beginnen? Dat is heel verschillend. We hebben al leden die al na een aantal keren al de eerste trick neerzetten. Nou, een andere die neemt er even wat meer de tijd voor. Maar het is goed te doen om in het eerste seizoen, als je bij ons lid bent, om dan al tricks te leren. Dat scheelt ook dat je bij een vereniging bent. Dan stok je elkaar een beetje op. Je kunt tips en tricks van elkaar krijgen, zodat je dat ook sneller onder de knie krijgt. Vooral het wakeboarden is populair. Twee broers zijn vanmorgen aan het oefenen op hun zogenaamde tips en tricks. Dit is ons derde seizoen nu. Dus ja, in principe gewoon 3 jaartjes nu. En zijn jullie samen begonnen? Ja, met 3 broertjes. Met 3 broertjes, oké. En wat maakt wakeboarden eigenlijk zo leuk? Gewoon buiten zijn, water, gezellig, vooral bij de vereniging ook. En natuurlijk wel een beetje extreme sport, leuke stunts en zo. Is het dan ook een beetje gevaarlijk of dat niet? Ja, daarom is het ook leuk. Ja, maar hebben jullie alles blessures opgelopen? Of? Ja, zeker. Ik heb vorig jaar hersenschudding gehad. Ik heb mijn trommelvlies ook wel eens gescheurd. En veel kneuzingen en verdraaiingen en zo. Ja. Maar toch spectaculair en dan toch maar blijven. Ja, zeker. Met het zonnetje erbij is zowel jong als oud van de partij vandaag. Het jongste lid is dan ook bijna niet van haar wakeboard af te krijgen. Hoe lang ben je al aan het wakeboarden? Een jaar of zo. En waar begint dat dan mee? Het begint altijd met waterskiën. En dan als je waterskiën goed kan, dan mag je gaan wakeboarden. Als je dat goed lukt. En hoe gaat het nu? Wel goed. Ik ben al een keer over de schans gegaan, maar toen ben ik ook nog gevallen. Dus dat ging niet zo goed. En doet dat dan een beetje zeer of niet? Nou, eerst wel een beetje, maar daarna niet meer. Je ging net al samen met je vader, geloof ik, hè? Dat was wel... Mijn vader niet. Nee. Met wie ging je dan zo spannend achterop? Dat is Sipke. Dat is ook een man. Die is ook baandraaier. En die gaat ook best wel vaak wakeboarden. En daar ga ik best wel vaak mee. Die leert jou dat een beetje? Ja, die heeft me wel een beetje geholpen. Leuk. En wat wil je nu nog heel graag leren? Op monoski. Dat is een soort van één ski en dan moet je met 1 voet opstaan. En als je het moeilijk vindt, dan kan je met die andere voet er ook nog bij op. En ga je dat vandaag nog oefenen? Nou, dat denk ik niet. Het rijtje wakeboards aan de kant wordt aan het eind van de ochtend steeds groter. Want bij sommigen slaat toch de vermoeidheid toe.